Moet ik gewoon antwoord geven op jouw vraag dan? Wat komt er kijken bij het... Het schrijven van een dergelijke literaire thriller? Ja, veel puzzelen. En het is veel uitzoeken en helemaal de geschiedenis in duiken. En kijken wat daar uit te halen valt. Wat voor verhaal zit er achter het verhaal van de Vliegende Hollander? Een eeuwenoude legende. En ik ben gaan kijken, van zit er iets spannends in dat ik het naar het nu kan trekken? Dat heel ik het groot vel papier bij jou in de woonkamer of in de keuken. En hoe ziet zo'n vel papier eruit? Ja, het zijn allemaal kleine papiertjes en die leg ik kriskras door elkaar. Het lijkt voor een buitenstaander alsof ik dat in een volstrekt willekeurige volgorde heb neergelegd. Maar voor mij zit er structuur in. En die structuur die heb ik ook nodig als ik dat boek uiteindelijk wil maken. Ik probeer voor mezelf structuur te creëren. En al die lijntjes die moeten bij elkaar kloppen. En die moeten elkaar versterken. En die moeten personages uitdiepen en noem maar op. Dus dat, ja, die structuur is heel belangrijk. Ja. De Vliegende Hollander, het spookschip dat ooit vergaan zou zijn en zou moeten ronddolen tot het eind der tijden. Daarvan lees je overal terug dat waarschijnlijk gebaseerd is op een VOC-schip dat ooit ergens gezonken is. Maar waar precies, weet niemand. En wat het schip aan boord had, weet ook niemand. Ja, dan gaat bij mij de fantasie al een beetje van, ja, als ik er nou achter kan komen wat er achter dat schip zat. En wat heeft de schrijver van De Vliegende Hollander destijds in het verhaal van De Vliegende Hollander gestopt, zodat wij misschien achter dat geheim kunnen komen. Los van een vaag idee over een derde literaire thriller en een mogelijke dichtbundel, ben je ook al bezig met een klucht en een nieuwe theatervoorstelling. Of tenminste een voorstelling die ook gebaseerd is op taal. Ja, dat klopt. Ja. Ja, een theatervoorstelling met Jan Pietersen en John Slijpen. Dat komt komend najaar, vanaf november komt het een paar maanden in theater. En een klucht inderdaad. Ik probeer het zo te plannen dat zonder wat voor bezwaar dan ook naar Almelo kan komen voor de hoeveelste editie inmiddels? Van de Willem Wilmink gedichten. Dat wordt dan volgens mij de, of ik weet al zelf niet eens, 22 of 23. Ja, daar maak ik tijd voor vrij.